Namco, het bedrijf dat zich in 1980 onsterfelijk wist te maken met Pac-Man, waagde zich aan de Star Wars licentie in 1987. Het was de eerste Japanse game die gebaseerd werd op A New Hope. Het spel dat verscheen voor de Nintendo liet je als Luke Skywalker op avontuur gaan om die Empire te stoppen. De inspiratie uit A New Hope mocht best met een korreltje zout genomen worden. Want hoewel het originele verhaal gewoon gevolgd werd, wist Namco voldoende manieren te verzinnen om in deze side-scroller nieuwe ideeën toe te voegen. Zo begon het spel met Luke die zijn vrienden op verschillende planeten moest zien te redden, waardoor een reis door het universum gestart werd. Ook kwam je als speler op elke planeet een vorm van Darth Vader tegen. Hier werden de Japanse invloeden dan ook meteen duidelijk. Het spel was dan ook eigenlijk bedoeld voor de Japanse cultuur. Want hoewel je Vader in elk level tegen het lijf kon lopen, was het niet altijd de Vader zoals je hem kent uit de film. Hij was een entiteit die van uiterlijk kon wisselen. Je moest dus niet al te vreemd opkijken wanneer Vader ineens veranderde in een schorpioen, een wampa, haai of zelfs een vliegend reptiel. Volgens de ontwikkelaars stonden ze voor Luke's grootste angsten en was het aan jou om deze met hem te overwinnen. Uiteindelijk was het natuurlijk wel je doel om de echte Vader te verslaan op de Death Star. Hoewel er op momenten wel erg ver van de originele materie af werd geweken, bracht Namco geen slechte game. Het spel werd ook buiten Japan met goede kritieken ontvangen. Dat de licentie open lag voor iedereen met een origineel idee, was inmiddels duidelijk.